Beste mensen, trek het doek maar weg. Minister Eurlings van de Verkeer en Waterstaat heeft het nieuwe logo voor de Rijksoverheid gepresenteerd. Dit deed hij bij de officiële opening van het vernieuwde gebouw Westraven van Rijkswaterstaat, langs de A12 bij Utrecht. Het nieuwe logo geldt voor alle departementen van de Rijksoverheid. Het nieuwe logo, er is een hoop om te doen geweest, maar nu heeft Rijkswaterstaat de primeur. Bent u er blij mee? Ik ben er geweldig blij mee en ook wel heel erg trots op. Dat nieuwe logo gaat in heel Nederland het logo zijn voor alles wat met de Rijksoverheid te maken heeft. Van het ministerie van de premier tot aan de auto van Rijkswaterstaat in Groningen. Iedereen krijgt datzelfde logo en dat wij dan hier met onze organisatie, de Rijkswaterstaat, de eerste mogen zijn die de aftrap doet. En dan ook nog bij zo'n markant gebouw, wat hier al heel lang staat, maar nu totaal gemoderniseerd is. Het is fantastisch en het is ook heel functioneel, want het ligt hier langs de grote snelwegen van Utrecht. Bijna iedereen in Nederland komt hier wel eens langs, dus het zal door heel veel mensen worden gezien.